Ik noem het altijd maar de historici van de Van Neden, en daar is Chris een onderdeel van, die heel veel weten vertellen over de beelden uit het verre verleden. Ik moet dat helaas bekennen dat ik dat niet heb, omdat ik van oorsprong niet uit Neden kom. En dan mis je toch wel wat. Dus daarom is het heel belangrijk dat je in de historische kring mensen hebt die inderdaad dat verleden en de historie van Neden heel goed kennen. Daar zijn we die groep ook heel dankbaar voor, want het is heel belangrijk werk. En werk wat we inderdaad ook gaan uitbouwen. We doen inderdaad TZT hier dit jaar nog. Volgend jaar. Want dit jaar is niet al te lang meer. Een uitbreiding te doen waar inderdaad dit beeldmateriaal duidelijk een onderdeel van gaat vormen. We gaan een open archief opzetten. Bij de insider is dat allemaal bekend. En in dat open archief vindt dat beeldmateriaal een heel belangrijke plaats. Naast de actes en alle boekwerken die we hebben. Zodat wij inderdaad aan de bevolking van Neden en iedereen daarbuiten die dat wenst, de informatie kunnen verschaffen over de genealogie, over de families en van jaren terug. En zoveel mogelijk informatie kunnen verstrekken waar men mee een stamboom of wat dan ook kan verder uitbouwen. Zo, je hebt zo gestaan, klopt. Bedankt voor het vele werk en van harte gefeliciteerd met dit prachtige boek. Dankjewel.